Er is één ploeg die maar uh, blijft winnen. Slechts uh, één nederlaag. Roeselaar heeft niet uh, gespeeld natuurlijk afgelopen weekend. Ja, Menen. Die gaan wel een uh, flinke vaart vooruit. Alweer drie punten erbij na de overwinning tegen Haasrode Leuven. Dus ja, feestjes mogen niet, maar de sfeer zal daar optimaal zijn bij uh, Frank de Pestle en uh, Louis Steur. Uh, Frank en Louis, dikke proficiat. Alweer een overwinning erbij. Het uh, kan daar niet op in uh, Menen, denk ik dan. Oh ja, ik denk dat we oh ja, content mogen zijn met de, met de putten dat we hebben en met de overwinningen dat we de laatste week uh, halen uh, het, is een, oh ja, het, is, het is gemakkelijk werken zo natuurlijk. Hè. Uh, dus en, maar ik ben heel content uh, hoe dat we nu staan. Wel jammer dat er geen feestjes mogen zijn. Ja, en zeker hier in Men. Ik denk uh, moesten we nu uh, publiek mogen ontvangen, hè, dan uh, was hier elke keer wel een feestje geweest. En... En ook was ze bijna altijd een volhuis geweest. En dat is toch altijd wel leuk. En uh, dat missen we wel. Maar oké, okay, ja, ik denk dat we wel ons best doen. En, en uh, de ploeg doet hun best voor, uh, ja, voor de supporters. Zocht de plezieren die thuis zitten. En uh, ik denk dat ze ook wel vier zijn op hun ploeg, denk ik nu. Ja, want ik dacht er ook aan, Louis. Woensdag spelen jullie de laatste wedstrijd van uh, 2020 tegen Mazijk. Normaal zou dat in deze omstandigheden toch echt een gale wedstrijd zijn. Hè? Um, we hebben het al etelijke keren tegen elkaar gezegd van moest dit seizoen gespeeld worden met een vol publiek en met daarna de feestjes die er normaal zijn en dan zes keer op rij, dan zou het wel een keer uh, misschien een beetje uit de hand kunnen lopen in menen. Maar uh, ja, we zijn blij dat met de stream toch een beetje kan gevolgd worden door, uh, door uh, alle supporters. Maar inderdaad, de woensdag tegen Mazijk zou inderdaad een, een match zijn. Het kot zou hier vol zitten, dus zeer jammer. Maar langs de andere kant moeten we wel ook blij zijn met wat we aan het presteren zijn op dit moment. Ja, want de coach zegt wel, het is aangenaam werken, maar ik denk dat het ook wel heel aangenaam is voor de spelers om te komen trainen, om wedstrijden te spelen. Het, het, kan, het kan een argument zijn van, kijk, het zijn veel matchen op rij nu, door, uh, allez, met dat de corona, met dat ze verzet zijn. Uh, maar voor ons is het nu eigenlijk super, ja, zoals vandaag. Uh, we hebben een, een fitness, we trainen dan wat rustiger. Morgen dan weer een beetje teamplay en dan hebben we, hebben we weer een match. Als ze die match blijft winnen en je zit in dat ritme, dan is dat super. Als je de match verliest, dan denkt de weer een match, eh, we moeten nog recupereren. Dus mentaal is dat ook wel een heel, groot, uh, een heel groot verschil. Ja, want we hebben het wel over een gale wedstrijd Natuurlijk, jullie hebben al eens tegen Mazijck gespeeld. Maar is dit opnieuw een referentiewedstrijd? We, we spelen thuis. Uh, ja, we hebben op dit moment we hebben we al wat bonuspunten gepakt. We hebben niets meer te verliezen. Ik denk dat dat Mazijck is uh, om, uh, om, om te tonen. Uh, dat ze hier, hier nu ook kunnen winnen. Uh, ik denk dat we ook onze lijn moeten doortrekken. Pas op, we moeten niet lax beginnen spelen. Maar ik denk wel dat we, dat we ja, vol vertrouwen die match moeten, moeten aanvatten. En dan uh, ja, zien we wel weer. Ja, want Frank, uh, we moeten ook eerlijk zijn. Jullie hebben tegen één ploeg nog niet gespeeld. Dat lijkt me toch wel een fantastische uitdaging voor uh, volgend jaar. Twee keer Roeselaar het heeft ons wel een beetje geholpen natuurlijk in die winning streak dat we zes keer op rij winnen. We, we hebben nog niet tegen Roeselaar gespeeld, uh, maar natuurlijk kijken we er naar uit. Hè. Ik, ik denk de eerste doelstelling was die play-offs halen. Uh, we zijn er bijna. Ik denk dat we nog niet 100 zeker zijn, maar er moeten nogal vele dingen gebeuren voordat we het niet halen. Maar uh, natuurlijk dan tegen Roeslagen gaat het ook met de gemoed. We moeten geen punten pakken, want die, die wedstrijden tegen Roeslagen komen al op het einde. Dus ja, het is niet dat wij die stress gaan nemen van tegen en Oké, okay, we gaan uh, hier punten moeten pakken, want dan ja, dan gaat het heel moeilijk zijn, natuurlijk. Ja, ik zat wel te volgen de wedstrijd tegen Leuven. Ik was wel even geschrokken dat die eerste set verloren ging, Frank. Oh ja, ik denk dat wij niet echt ons niveau hadden in het begin. Uh, ik denk uh, opslagdruk er niet en dan tegenaanval schorden we iets te weinig. Ga je iets te veel fouten? We wouden een beetje forceren. En dat lukte dan niet. En dan moet ik moet ook wel zeggen dat Leuven die, die eerste set wel uh, een heel goede set speelde met heel weinig fouten, goede controle en receptie. En ook wel heel veel opstek, dus ja, het was ook wel, het was wel een beetje verschieten, maar ik weet dat mijn ploeg kan vechten. Hè. En uh, oké, okay, één set verliezen kan ik kwaad. Uh, als we dan de volgende set staan dan hebben we getoond dat we de volgende set uh, terug daar stonden. En ik denk dat we daar uh, toch weer bewezen hebben dat we een goede ploeg hebben, daardoor. Ja, Louis, de motor moest aanslaan dus. Ja, dat klopt. Ik sluit mij aan bij Frank. Uh, de eerste stad was, was echt niet zo goed. Um, we, we brengen niet altijd het mooiste volleybal, maar op het einde zie je wel altijd dat we, dat we een serieuze vechtploeg zijn. Ik denk dat we er al heel veel punten mee hebben gesprokkeld uh, dit seizoen. Dus uh, ook dat moeten we doortrekken. Um, ja, het is soms gewoon, uh, gewoon een beetje een overleven. Hè? Maar uh, ja, op dit moment doen we, doen we het heel goed. Ja, want ik las het ook bij Bruno Verdoot in het uh, laatste nieuws. Het is niet misschien de beste kern van uh, de competitie in België. Ja, maar er zit wel veel ambiance, veel schwung in. Ja, op dit moment zeker. Hè. Natuurlijk, mijn met, met, met streak is het altijd makkelijk. Als het wat vlotter gaat, is het altijd makkelijker om, uh, om die schwung erin te hebben. Maar pas op, zoals. Allez, zonder publiek hebben we toch al gevoeld dat we in het begin, allez, dat de schoen er toch niet in zit en dat we een er echt moeten in krijgen. Frank weet dat, zijn, uh, zijn stem is soms wat hees om dat erin te krijgen. Uh, maar ja, het is, het is toch niet altijd zo makkelijk als dat lijkt. Tot slot, ja, um, Vreken is er nog niet bij, Frank. Kan dat een bonus zijn voor het nieuwe jaar? Zeker. Hè? Ik denk. Uh, ah, ja, Louis speelt ook nog niet op zijn beste positie. Uh, normaal gezien, hij doet het heel goed. Uh, maar met Ancel erbij zullen we wel waarschijnlijk terug wat sterker voor de dag komen. Uh, terug wat meer. Uh, 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 concurrentie onder elkaar. Want Pille uh, ja, doet het momenteel ook goed. Dus ik weet nog niet hoe we met Ancel op zijn sterkst, hoe we gaan spelen. Maar met Angel erbij gaan we wel sterker worden, natuurlijk. En uh, ik hoop dat we uh, volledig fit gaan zijn met de play uh, Dat we daar op ons sterkst kunnen staan. En dan, dan maak ik de moeilijke beslissingen nemen. Hartelijk bedankt voor de wabbel, alleszins. Veel succes tegen uh, Mazeik woensdag. En geniet van de eindjaarsdagen. Bedankt.